Zolder Battle of the Lowlands. Twee teams hebben hier hun thuisrace. Het Van Zon Remea BMW team. En daar hebben we hier bij ons Pepijn Bijsterbos. Normaal gesproken uitkomend in het IDM Superstock. Naast hem rijdend met de MTM Kawasaki. Normaal EK Superstock 600. Rob Hartog, hartelijk welkom. Mannen, rondje Zolder. We staan hier bij de eerste linker. Pepijn, vertel jij eens even. Wat voor snelheid neem je mee? En hoe ga jij deze eerste bochtencombinatie door richting de sterrenwacht? Ja, de eerste sector die ligt me heel goed. Het is omdat het vrij vloeiend is. Het begint met het aanremmen. Je zit heel kort bij de muur met het aanremmen. Dus dat is altijd wel een beetje speciaal hier in het circuit van Zolder. Dus dat is heel hard remmen. En proberen wel de snelheid mee te nemen. Want het is belangrijk omdat het vrij vloeiend dat je weer eruit moet. Je moet die snelheid echt meenemen om je rondetijd goed te krijgen. Dus dat is gewoon heel belangrijk bij deze bocht. En er zit een beetje ruw asfalt aan het binnen. Daar is altijd de voorkant wel kritisch. Want die gauw begint te glijden, daar moet je voor opletten. Maar het is wel een hele mooie bocht. Een van de weinige linkerbochten, maakt dat nog uit? Nee, maakt voor mij niks uit. Het is goed te doen en het ligt me wel. Dus je hebt veel ruimte bij het uitkomen. En dat is met een duizend helemaal leuk, want dan kun je die ruimte echt benutten ook. Rob, je rijdt hier met de 600. Wat betekent dat voor jou hier met die 600? Geeft dat duidelijk andere lijnen? Nee, eigenlijk wat Pepijn zegt, dat geldt ook voor de 600. Het is belangrijk om veel snelheid mee te nemen door de bocht heen. Wat ook belangrijk is om niet te vroeg in te sturen bij deze bocht. Je komt aanremmend tegen de muur aan eigenlijk. Ga je richting de apex. Als je te vroeg instuurt, dan ben je te vroeg bij de apex en dan kom je eigenlijk met het uitkomen in de problemen. En als je de bocht van afstand zal bekijken, dan zie je dat hij in het begin een beetje gaat knijpen. En dan het tweede gedeelte, eigenlijk vanaf de apex, wordt hij wat scherper. Het is belangrijk om te proberen er één mooie ronde vloeiende lijn van te maken. En eigenlijk wat Pepijn ook zegt, als je hem goed positioneert met het ingaan van de bocht, ja, dan kan je gewoon vroeg het gas erop zetten. En met de 600, als Pepijn al ruimte heeft met de 1000, dan heb je met de 600 helemaal de ruimte natuurlijk. Dus, Je hebt hier na de eerste bocht heb je echt een tussensprint. Dus dat is nog zo hard mogelijk de kraan opendraaien. Dan heb je een kort aanremmomentje voor de eerste rechter. En dat is al een hele belangrijke om op de juiste positie uit te komen. Want daarna heb je een snel gedeelte. Wat waar je echt de juiste lijn moet hebben om de snelheid mee te kunnen nemen. Dus dat is gewoon belangrijk dat je vooral het juiste instuurpunt. Soms voor je gevoel iets te lang wachten. En dan kun je de snelheid veel beter meenemen. Rob, bochtensnelheden 600. Jij als Nederlands kampioen weet hoe die snelheid meegenomen moet worden in een bocht. Waar kom je dan met een 600 wat vermogen tekort ten opzichte van een 1000 hier op Zolder? Dat is vooral met het uitaccelereren van ten eerste de korte chicanes, maar ook het stuk hierachter naar de snelle rechter, als je weer van het kanaal weggaat. Ja, daar merk je gewoon dat je echt tekort komt op de duizends. Daarentegen kan je wel met sturen misschien wat goed maken. Ik denk dat we met het ingaan van de sterrenwacht, dat je daar met de 600 licht in het voordeel bent. Wat Pepijn ook zegt, echt een tussensprint proberen te pakken. Dan met het inzuren van de bocht ook lang wachten. Maar als je eenmaal de apex hebt bereikt, dan kan je met de 600 eigenlijk vrijwel vol het gas erop zetten. En de hele kanaalbocht eigenlijk meenemen, die snelheid. Ja, dat is wel een gaaf stuk, het is een snel stuk. De kanaalbocht die daarna volgt, zitten veel hobbels, omdat er hier veel met auto's wordt gereden. Dus dat is belangrijk om daar de juiste lijn te pakken aan de binnenkant van de bocht. Ja, het is een leuke sectie. Oké, mannen, we zijn ondertussen aangekomen bij de laatste scherprechter, zeg maar, de Jackie X-chicane. Pepijn, hoe pak jij dat aan? Ja, dat is op zich belangrijk is dat je al de bochtenserie hiervoor goed uitkomt, dat je de snelheid meeneemt. De snelheid ligt heel laag, dus je moet gewoon aan de goede kant zitten gelijk, zodat je iemand kan blokken. Dat is de enige manier om op die manier echt voorbij te komen. Oké, en ja, met je 1000, als jij nou hier een aanrempunt moet aanwijzen, waar ga jij het allerlaatste in de ankers? Dat is nog een stukje die kant op. Ja, maar omdat we best wel hoge snelheid aankomen, moeten we ook iets eerder remmen als waarschijnlijk een 600 of ja. Durf jij een afstand aan te geven waarop jij remt? Vanaf hier is het moeilijk te zeggen, maar als ik op de motor zit, vind ik het makkelijker te zeggen.
Dus, 150 meter is zo dat bord. Ja, dat, bij dat oranje bordje daar in de buurt. Ja. Dat is ongeveer het rempunt. Ja, Rob, dan met een 600. Wat is dan het sterke punt van een 600 als je dan zo'n chicane moet gaan benaderen? Ja, het is eigenlijk net als op Assen. Ook hier kan een race bepaald worden in de laatste chicane. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Vorig jaar of twee jaar terug was het. Maar ja, laat remmen, laat in de remmen. Ook de bocht goed doorkomen gewoon in de races of in de ronde zelf is belangrijk. Veel snelheid meenemen, snel die motor omleggen in die chicane. En ja, zo snel mogelijk weer het gas erop voor het rechte stuk.